Maar dat kunnen we als Nederland niet in ons eentje. Hè. Dat zul je in samenwerking ook met andere landen moeten doen. Maar Nederland heeft daar wel zijn steentje aan bij te dragen. En daar zullen we inderdaad een aantal maatregelen voor moeten nemen. Ja. Ja. En wat kunnen wij nou doen? Voorgesprek al over dat bijvoorbeeld gisteravond zijn ze tot een akkoord gekomen over 7 euro luchttax. Als je met vliegtuigen weggaat, ik vind het een gilletje. Want mensen die zeg maar geld hebben, ja, die kijken niet op 7 euro. Dat belemmert volgens mij niet om niet te zeggen van nou, we gaan niet naar Spanje met het vliegtuig. Nee. Als je het geld toch al hebt. Dat zijn twee biertjes. Aan de andere kant, het is ook een duidelijke eerste stap onderweg naar het belasten van vervoer, wat heel vervuilend is. Het gekke is natuurlijk dat auto's en autorijden, dat is wel belast. En tot op heden was vliegen eigenlijk niet belast. Nee. En dat trekt we nu heel een beetje duidelijk recht. Zegt, is dat 7 euro, waar hebben we het over? Dat zijn twee biertjes in de kroeg. Daar zullen mensen niet minder om vliegen. Maar als jij nou minister zou zijn, Ed, wat zou jij dan doen? Ja, er zou een tax moeten komen van 50 tot 100 euro. Dan ga je er zeg maar over nadenken. Van nou, moeten we nou met de auto de tunnel naar Londen? Of pakken we het vliegtuig? Ik denk dat je dan sneller de auto pakt. Ja, maar we hebben natuurlijk niet allemaal een salaris. Maar nu ben je, Ed. Hey. Nu ben je zeg maar meer kwijt als je naar Frankrijk gaat. Aan tolheffingen en dergelijke, als je naar Spanje rijdt, dan dat je het vliegtuig neemt. Een ticket naar Barcelona is veel goedkoper. Dus die tickets moeten gewoon flink duurder worden.